er zijn eigenlijk verschillende redenen waarom ik graag misspeel voor een werk in mijn lessen. Ja, het eerste is omdat je dan een variatie hebt in werkvormen. Bij geschiedenis heb je toch wel vaak dat ofwel de leerkracht iets vertelt, of dat de leerlingen het uit teksten, uit bronnen moeten halen. En op deze manier leren ze de leerstof toch eens op een andere manier kennen. En het spreekt die leerlingen dan ook wel meer aan. Het spreekt mij zelf ook wel aan, maar ik leer daar ook iets uit die spelvormen. Maar ja, je kan zien welke leerlingen al met iets mee zijn en wie nog niet met iets mee is. Je leert andere soorten vragen opstellen. En je kan dan ook beter zien waar de moeilijkheden voor de leerlingen liggen. En dan kan ik daar weer rekening mee houden bij het opstellen van proefwerken, testen en zo verder. Bij het maken van een spel ga ik eerst kijken wat wil ik daar juist mee bereiken. Ja, en dan ga ik kijken welke spelvorm hoort daar het beste bij. Is dat bijvoorbeeld een soort gezelschapsspel of eerder een interactieve PowerPoint of een quiz of een online tool gebruiken die er al bestaat? Is dat iets dat de leerlingen best in groep doen of individueel? En daar kijk ik dan allemaal naar. Ik probeer ook altijd het thema van de les erin te verwerken. Dus hoe het spel eruit ziet, want dat spreekt de leerlingen wel meer aan. Maar ik kan bijvoorbeeld ook werken met verschillende soorten personages die dan eigen vaardigheden hebben of benadeeld worden of juist bevoordeeld worden in het spel. Je kan ook gebeurtenissen in het spel steken. Zeker bij geschiedenis kan je echte historische gebeurtenissen insteken die dan de personages beïnvloeden. Ik probeer bij de vragen toch wel te variëren tussen gemakkelijke vragen, maar toch ook eens moeilijkere vragen mogen er ook tussen zitten. Maar ik zorg ook wel altijd voor een geluksfactor. Want het moet een positieve ervaring blijven voor de leerlingen, ook voor degenen die nog niet zo goed mee zijn met de leerstof. Iedereen moet eigenlijk het gevoel krijgen dat ze het spel kunnen winnen. Ik zet ook altijd duidelijke spelregels op papier voor de leerlingen, zodat je niet als leerkracht eerst bij elk groepje moet langsgaan om uit te leggen hoe ze eraan moeten beginnen, maar dat ze direct van start kunnen gaan en eigenlijk zoveel mogelijk kunnen leren op dat lesuur. En ook voor mezelf zet ik de organisatie op papier. Bijvoorbeeld, hoeveel kopieën heb ik van iets nodig? Moet ik laptops gaan reserveren? Maar evengoed, hoe lang mag dat spel duren? Wanneer moet ik ze laten wisselen? Want zeker als je met verschillende spelvormen tegelijk werkt, is het wel belangrijk dat je veel structuur aanbrengt. Met een spelvorm bij geschiedenis kan je de historische vaardigheden wel voor een stuk aan bod laten komen. Maar dat zijn dan eerder eenvoudige zaken zoals oorzaak-gevolg benoemen, zaken in volgorde plaatsen en zo verder. Maar er zijn toch ook wel heel wat vaardigheden die helemaal niet vakgebonden zijn, die je aan bod kan laten komen. Bijvoorbeeld leren samenwerken, dat is een sociale vaardigheid. Maar ook al strategisch nadenken en logisch redeneren. En ook voor een stukje reflecteren. Want ik heb gemerkt, leerlingen durven toch vlugger bij een spel te vragen waarom iets niet juist is. Want ja, het winnen van het spel hangt ervan af. En dan durven ze makkelijker nadenken over hun fouten tegenover een fout die dat ze op een test hebben gemaakt. Ik heb gemerkt bij spellen dat het ook wel vaak reproductie is. Dat dan eerder korte vragen en antwoorden zijn. Maar dat is vooral bij spellen die dienen om leerstof nog te leren kennen. Dus niet dat je iets gaat herhalen dat al gezien is, maar dat leerlingen bijvoorbeeld een schema moeten aanvullen aan de hand van wat ze in dat spel leren kennen. Als je dan een herhalingsspel gaat doen, bijvoorbeeld als voorbereiding op een proefwerk, ja, dan kan je al wel wat moeilijkere dingen erin steken, inzicht en toepassen. En is het niet beperkt tot alleen maar reproductie. En wat je ook wel merkt bij spelvormen, is dat je vaak direct feedback kan geven. Omdat leerlingen vragen bij iets hebben van waarom verdien ik hier geen punten mee of waarom mag ik niet vooruit. En dan kan je al vlugger feedback geven en ze verbeteren waar dat ze iets verkeerd hebben begrepen. Ik vind dat er veel voordelen zijn aan werken met een spelvorm. Ten eerste zijn leerlingen veel gemotiveerder om eraan te werken dan in een doorsneeles. Door een stuk, door dat competitieve, door tegen elkaar te strijden. Maar evengoed als ze niet tegen elkaar het moeten opnemen, gewoon het feit dat je de beloning hebt van het spel te kunnen uitspelen of punten te behalen, motiveert toch wel de leerlingen. Het is ook niet erg om in een spel een fout te maken, want je mag blijven spelen. Terwijl ja, een fout op een test kost je natuurlijk direct punten op het rapport. En bij een spel heb je die demotivering niet. Ik heb gemerkt dat leerlingen toch vaak iets beter onthouden vanuit een spelvorm dan met een klassieke methode.
Ik kom soms op een proefwerk een antwoord tegen dat dan helemaal op dezelfde manier geformuleerd is als ik in dat spel had gezet. En dan weet je dat dat bij die leerling echt is blijven plakken. En ook doordat je zelf rondloopt, heb je direct zicht in de klas wie er al met zaken mee is. En kan je de leerling ook direct bijsturen als ze met vragen zitten. En dat gaan ze bij een spelvorm toch ook al iets gemakkelijker doen dan gewoon bij een oefening in het werk.